En Suriname herdenkt morgen 154 jaar afschaffing van de slavernij. Deze dag wordt ook herdacht als de dag van de gebroken ketenen of dag der vrijheden. Er wordt dan stilgestaan bij de werkelijke betekenis van vrijheid. Deze vrijheid is de Afrikaanse Surinamers pas na 200 jaar in slavernij gegeven. Verschillende organisaties herdenken deze dag op hun eigen manier. Ook scholen hebben vandaag Kitikoti gevierd. Wij namen enkele indrukken op de OS Sinja en de Bernadette School. Reven Westerborg van de 6e klas vertelt wat hij onder Kitikoti verstaat. Ook geeft hij aan hoe hij de dag zal doorbrengen. Kitikoti is de afschaffing van de slavernij. En is gewoon, nu is het gewoon een feestje om te herdenken aan wat was gebeurd vroeger. Waaraan denk je meteen als je in één woord zou moeten uitleggen, Kitikoti? Vrijheid. Thuis ga ik met mijn moeder gaan we rijden. Misschien gaan we naar het plein en gaan we naar waterkant zitten. En met onze families, gezelligheid. De schoolleider van de OS Sinja School, Mayra Tjonafo, heeft middels diverse spelletjes deze dag samen met haar kinderen gevierd. Het thema was Kitikoti. Tjonafo vertelt meer hierover. U ziet het al, ik ben helemaal in de sfeer geheeld. Het betekent voor mij vrijheid in meningsuiting, in alles dat je doet. Toch, dat we niet meer gebonden zijn. We een beetje vrij zijn in het ondernemen, in ons denken, in onze plannen die we hebben, in alles eigenlijk dat wij van plan zijn te doen. Natuurlijk zijn het beperkingen binnen de vrijheid die we hebben, zijn er ook beperkingen. We houden ons daaraan, maar centraal staat dat we dan vrijheid zijn in alles dat we zoal een beetje doen. Hoe brengen jullie deze gedachtegang over aan de kinderen hier op school? Nou, de kinderen weten het woorden. We bereiden ze dagen van tevoren al. Ze zijn in de sfeer. En er worden ook lessen gegeven daarover. Meestal gaan we tijdens het geschiedenislesuurtje erop in. Praten we een beetje over de slavernij en afschaffing van de slavernij. En dan brengen we ook het recente erbij. Toch dat het niet alleen is, het niet blijft bij die eigenlijke Kitikoti. Maar zoals ik het zei over het vrijheid zijn in alles in je meningsuiting, noem maar op. Alle schoolleider Mayra Tjonafo van de OS Sinja School over Kitikoti. Morgen zal er in het kader van 154 jaar Kitikoti voor de 21ste keer een bloemenhulde worden gebracht bij het Kwakkoplein.